Vroeger was alles beter. Of nou ja, als je er een beetje over nadenkt, eigenlijk was bijna niks beter. Neem dan bijvoorbeeld boodschappen doen. Vroeger moest je naar de bakker, de slager, de groenteboer, de kaasboer, de kruidenier. Je moest naar al die losse winkels om al die troep te halen. En je had in de jaren 1900 niet eens een auto. Maar toen kwam op een gegeven moment de supermarkt. Al die winkels in één. Echt een fantastische revolutie. En nu, in 2024, komt eindelijk de volgende stap van de supermarktrevolutie. Je hoeft niet eens meer naar de supermarkt toe. Want nu is er Supermarkt Simulator. Welkom bij weer een XXL gameplay, waar we stilstaan bij de nutteloosheid van het leven. Waarom zou je werken bij een supermarkt als je ook kan doen alsof je werkt bij een supermarkt? Welkom bij Supermarkt Simulator. Je begint met een kleine winkel en groeit uit tot een geweldige supermarkt. Een hele grote Albert Heijn XXL waar niemand zijn spullen kan vinden. Begin met het inkopen van goederen om te verkopen. Het is eigenlijk een soort dropshipping, hè, supermarkten, maar dan gewoon zonder China. En plaats op de planken. Vergeet niet de prijzen in te stellen met winst. Handig, om faillissement te voorkomen. Veel plezier. Nou moet ik zeggen, deze game is een hoop dingen, maar plezier... Nou ja, het plezier zit hem voornamelijk, denk ik, in de raarheid van de game. We beginnen met $50, een standaard budget als je een eigen winkel wil beginnen. Ik stel voor, we nemen wat pasta, wat olie, wat poedersuiker... En misschien wat bloem of zo. Dan zit op 46. Ik kom nu 4 cent tekort. Ja, dan toch geen bloem. Dan verkopen we alleen olie, poedersuiker en pasta. Ik weet niet wat voor gerecht je daarmee kan maken. En dat maakt me ook vrij weinig uit. Ik heb voor deze video natuurlijk een heleboel feitjes die te maken hebben met supermarkten. We gaan even slim zijn. We zetten natuurlijk de meest fantastische, prijzige producten lekker op ooghoogte. Wist je trouwens dat veel producten die gericht zijn op kinderen lager gezet worden? Omdat kinderen vaak kleiner zijn. En die hebben dus ook een soort eigen ooghoogte. Nee, dat is denk ik wel een algemeen dingetje. Hoef ik niet te vertellen dat de goedkoopste producten vaak in ieder geval helemaal onderaan staan. Dus ja, je kan het beste eigenlijk kruipend door de supermarkt heen. Dat scheelt wel een hoop. Even kijken. We hebben hier dus de poedersuiker. Kosten €1,15. Marktprijs €4,83. Hier zie je het dus. We worden keihard opgelicht. Even kijken. Zullen wij €4,20 doen? We zijn een kleine buurt super, weet je. We moeten toch een beetje onder de normale prijzen gaan zitten. Olie €4,50. Ja, ook gewoon €4,20 dan denk ik. Gewoon alles €4,20. Een soort Eurostore, maar dan anders. Nee, deze maken we €2. Ja, je kan grappige bedragen doen zoals 69. Enige probleem is, mensen gaan zo meteen contant betalen aan de kassa. En dan wordt contant opeens ook gewoon heel erg irritant. Kijk, onze allereerste gast. Wat leuk dat u er bent, mevrouw. Vergeet vooral niet te kijken naar onze fantastische producten op niet ideaal ooghoogte. U wilt 1 pasta, mevrouw. Dat kan natuurlijk. Kijk eens aan cash. €2,31 wisselgeld, of eigenlijk dollar zelfs. Kijk eens aan. Je kan klanten niet te weinig wisselgeld geven, maar wel te veel. Je kan gewoon nu de hele kassa gewoon zo op, leeg trekken en gewoon aan de eerste de beste klant geven. Dus dat is een heel fijn systeem. Meestal willen ze pinnen, dat is veel fijner. Moet je dan eventjes gauw het bedrag exact overtikken. En dan kun je gewoon weer lekker door. Geinig leuk dingetje over supermarkten. Er is een heel groot stukje supermarktpsychologie. Er gebeurt een heleboel in je hoofd. En als een supermarkt... Wauw. Je wilt $94 terug? Kun je krijgen ook. Ga gewoon eventjes alles teruggeven in 1 centjes. In principe is het wel onhandig, want er gaat wel langzaam een soort rij vormen in de winkel. Maar ik wil even kijken of we meerdere van die stapels kunnen maken. En of we een soort stapel kunnen maken die helemaal naar een plafond gaat. Niet per se handig als je supermarkt ook nog winst moet maken, maar dat komt zo meteen allemaal wel. Kijk eens aan, mevrouw. Daar is u $4,62. Dan nog 50 en 2 keer 20 maakt €94,62. Een hele fijne dag verder. Boeit er ook helemaal niks. In principe sta ik gewoon in mijn recht. Moet ik gewoon kunnen. Weer die 62 cent. Dat is wat ik bedoel met die, ja, die onhandige prijzen. Daar moest je vroeger, toen nog heel veel met cash betaald werd, natuurlijk ook best wel een beetje rekening mee houden. In ieder geval, ik wil een hoop gaan vertellen over de... Weer over de supermarktpsychologie. Wat ik vooral een hele interessante vond, is je komt dus heel vaak binnen bij het groente en fruit. En dat doen ze dus zodat je misschien iets daar koopt. En dat je dan meteen het gevoel hebt van, wauw, ik ben lekker bezig. Ik heb allemaal gezonde aankopen gedaan. Nu kan ik lekker koek en chips en dat soort dingen gaan kopen. En het groente en fruit zijn een van de enige producten die in een soort, ja, toch een soort open bak liggen. Daar is ook over nagedacht. Dat is eigenlijk om een beetje het idee van de markt na te bootsen. Over het algemeen zijn groente, fruit, dat soort dingen veel goedkoper op de markt. Door het in van die bakken neer te leggen, krijg je het gevoel alsof je op de markt bent. En dan heb je blijkbaar het idee dat de prijzen ook een stukje gunstiger zijn.
Dat is tenminste de achterliggende gedachte. Daar hebben ze vast onderzoeken naar gedaan. Echt, ze hebben onderzoeken gedaan naar alles. Er zijn onderzoeken die hebben aangetoond... als je in een supermarkt Franse muziek afspeelt... dan verkoop je meer Franse wijn. En waarschijnlijk ook Brie, maar dat hebben ze dan weer niet getest. Even kijken. 5 euro. Ja. Kijk eens aan. We hebben nu een klein beetje geld. Terwijl de mensen toch een beetje binnenkomen... kunnen we toch onze schappen iets beter gaan vullen. De pasta is al bijna op. Daar past dan wel een nieuwe verpakking bij. Bloem, gesneden brood, chockeypiks. Oeh, zoveel hebben we niet eens, Joseph. Dan maar toch... we hebben nog één pasta voor de gelukkige koper. Kijk eens even aan, wat nieuwe dingetjes. Ook weer iemand achter de kassa. Je kan gelukkig op een gegeven moment gewoon sparen voor kassa-medewerkers. Ja, 14-jarigen die je dan echt wel royaal kan onderbetalen. Maar die luxe hebben we nog eventjes nog lang niet. En op een gegeven moment wordt de supermarkt dus echt heel groot. En dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met het vullen van de schappen. Deze zet ik heel laag om ook weer die kinderen een klein beetje aan te zetten tot de aankoop van dit soort mooie producten. Ook hier zijn de marges wel weer gewoon om over naar huis te schrijven. Staat ondertussen een vrouwtje bij de kassa, maar u moet nog heel eventjes geduld hebben, mevrouw. Het zien er niet uit als verse broden of zo. Ik vind toch vaak een bakafdeling wel fijn, dat je toch het idee hebt dat ze het vers bakken. Een vriend van mij die heeft ooit een soort bakkersopleiding gedaan, een soort mbo bakkersopleiding. En dan moest je dus ook stage lopen. En hij liep dus stage bij de bakker Bart. En hij vertelde mij dat hij voornamelijk gewoon frikandelbroodjes in de oven deed. Hij kwam daar gewoon en dan deed hij gewoon de frikandelbroodjes uit het vriesvak. Die werden niet ter plekke gemaakt of zo, gewoon in de oven. En dan haalden ze die eruit. En dat deed hij dan gewoon een paar maanden. En toen zeiden ze, hier is je bakkersopleiding, diploma. Ik vond het echt heel lijp dat het ook blijkbaar is hoe je stage kan gaan. Ik krijg wel eens de vraag van mensen van, hey, mag ik stage lopen bij Serpent Gameplay? En dat is ook een beetje het gevoel wat ik daarbij heb van, je gaat hier niet heel veel leren. Een edit zoals deze, de XL gameplay. Het is heel belangrijk, deze video moet geëdit worden, maar... het is wel voornamelijk gewoon, kijk wanneer ik niet praat. Knip dat eruit. Het is geen hoog intellectueel werk. Ik zou het kunnen doen op mijn allerlaatste 3 hersencellen. En dat doe ik ook wel vaak eigenlijk. U verkoopt het product zonder de prijs. Oh, nee, mevrouw, nee, oh! Oh, dat is niet die. Nee, als je hem zonder prijs verkoopt, dan verkoop je hem gewoon tegen inkoop. En dan willen ze er opeens veel van, hoor. Als het in de aanbieding is, dan zijn ze er in één keer als de kippen bij. Voor de rest ook een leuk stukje supermarktpsychologie. Dit is zo zonde. Leuk stukje supermarktpsychologie. Als mensen een product nog niet vaker gehad hebben... en het staat in een bijna leeg schap... dan zijn ze veel geneigder om het product te kopen. Toch een soort logische social proofing heet het, geloof ik. Andere mensen hebben het al gekocht. Het is bijna op. Ik moet er snel bij zijn, weet je. Dat gebruiken webshops ook zo vaak nep. Want er gewoon staat nog 2 producten of zo. Je hebt nog zoveel minuten. Een soort rare druk erop zetten. Nee, social proofing. Ik heb dit feitje ooit al een keer verteld, maar ik vind het heel cool. Vroeger waren er een soort van verhalen dat Red Bull, toen ze nog een beetje wat kleiner waren, toen het helemaal een beetje verkocht werd in nachtclubs, dat ze dan een heleboel lege blikjes Red Bull in de prullenbakken legden. Dat als mensen de prullenbakken zagen, die hele prullenbak vol met blikjes Red Bull, dat ze dachten van wow, Red Bull moet blijkbaar ook hebben, want iedereen drinkt dat. Onze winkel is ondertussen veranderd in een klein beetje een shady nachtwinkel. Toch fijn dat zoveel mensen gewoon nog een brood komen halen, weet je. Jammer dat het met zoveel contanten moet. Sowieso interessant aan Nederland hoe hard cash hier echt aan het verdwijnen is gewoon. Terwijl andere landen, Duitsland bijvoorbeeld al, zoveel meer betaalt met contanten. Het is bijna raar als je ergens alleen maar kan pinnen, dan worden mensen gewoon boos. In Nederland is de enige plek waar ik niet kan pinnen is ongeveer de coffeeshop. Ik dacht eerst dat is omdat, het is sowieso een beetje shady en Maar het is blijkbaar dus ook omdat ze vaak geen bankrekening mogen hebben. En ze moeten natuurlijk illegaal die wiet kopen van dealers en zo. Dat moet ook vaak weer cash. Anders moeten ze de hele dag naar de bank toe en zo geld terugnemen. Heb ik te veel gegeven? Hou die 50 cent maar. Scheelt mij weer een hoop werk. Zo zouden meer mensen in de supermarkt moeten werken. Dag 1, vol succes afgesloten. Nu vraag je je af, is dit alles? Nee, er is echt net iets meer. Dagelijkse kosten. Je ontvangt dagelijks rekeningen vanaf vandaag. Zorg ervoor dat je de rekeningen betaalt via je computer. Voor de vervaldatum of ze worden automatisch betaald. Dat is best handig eigenlijk. Hoe meer elektrische apparaten, hoe duurder je rekening. Ja, je kan later in de winkel ook meer lampen ophangen en zo. Ik weet niet of je betaalt als hij aanstaat. Of dat je gewoon betaald voor het hebben van de lamp in het algemeen. Ik denk eigenlijk het tweede, maar ik zet toch iedere keer het licht pas aan als het donker wordt. Ja, dat zal ik toch een beetje zo van mama hebben meegekregen. Even kijken, we kopen weer wat nieuwe olie en wat pasta. En misschien ook nog wel wat poedersuiker en bloem, weet je. Dan heb je maar een keer gewoon die volle schappen. Op een gegeven moment gaan mensen het sowieso een keer kopen. Deze producten zijn nog soort van houdbaar. Moet allemaal goed komen. Nog een leuk supermarktfeitje. Weet je welk product het meest wordt gezocht?
van welk product mensen het vaakst vragen, waar staan de puntje, puntje, puntje. Moet natuurlijk een product zijn wat veel mensen kopen, maar het is vooral ook een product wat mensen op verschillende manieren associëren. Het goede antwoord is namelijk de eieren. Heel veel mensen denken dan van ja, de eieren die staan vast bij de bakafdeling naast het beslag en zo. Andere mensen denken nee, eier is meer een beetje ontbijt. Of sommige mensen die vooral uit het buitenland komen denken nee, maar eieren staan bij mij thuis in de koelkast. Doen de meeste mensen ook, ik zeg maar eieren ook altijd in de koelkast. Maar in de supermarkt staan ze toch echt niet in de koelkast. En dat zorgt toch wel voor bepaalde hoeveelheden verwarring. En we moeten trouwens de winkel nog eventjes openen. Waardoor dus de eieren het meest gezochte item zijn in de supermarkt. Vond ik wel een hele interessante. Alle prijzen staan zo te zien al helemaal prachtig. Nou, dan staan we gewoon helemaal klaar voor een dag vol financiële voorspoedigheid. De game werkt ook daadwerkelijk met iets van objectives. We moeten nog eventjes 4 mensen aan de kassa hebben en dan kunnen we een klein beetje progressie maken in de game. Je kan namelijk meer producten unlocken. Wat eigenlijk het hele spelletje van oeh, dit is op, dat is op, eigenlijk alleen maar onhandiger maakt. De supermarkt wordt alleen maar groter, waardoor je gewoon de hele tijd met meer dingen bezig moet zijn. En ja, dat is eigenlijk het hele spel. De enige lol is dat je op een gegeven moment een heel leger van kassa mensen hebt. Waar je dan misschien achteraf na het werk nog een biertje mee kan drinken ofzo. En ja, ik weet de game niet per se te verkopen. Nee, dit is echt een game die verkoopt zichzelf. Er zijn ook mensen die hebben echt gewoon 200 uur in Euro Truck Simulator. Dus er is blijkbaar iets van een doelgroep voor. Weet je wat ik trouwens echt zo'n bullshit vind? In Amerika, dat in zoveel supermarkten mensen gewoon staan de hele tijd. Sowieso, gewoon mensen op hun werk laten staan als het niet echt nodig is. Er zal vast iets van psychologie achter zitten. Toch vast iets of zo dat vriendelijker overkomt of zo. Ik heb geen idee, maar het is gewoon zo onnodig. Laat mensen alsjeblieft gewoon lekker zitten als ze er de hele dag zijn, toch? Van mijn part doen ze lekker AirPods in en luisteren ze tegelijkertijd naar muziek. Als ze dan een fijnere dag hebben, ik lig er echt niet wakker van. Maar ja, dat gaat bij de meeste oude mensen dan niet helemaal door. De supermarkt waar ik vaak mijn boodschappen doe is de Vomar. Die zit echt voornamelijk in Noord-Holland. En die hebben dus als een van de enige supermarkten nog steeds geen zelfscanners. Omdat ze toch een heel loyaal leger van best wel wat oudere mensen hebben die zeggen dat is mijn supermarkt. Veel mensen hebben toch een beetje hun supermarkt. Daar hebben ze een warm gevoel bij. En dat levert ook weer geld op voor de supermarkt. Dat is natuurlijk je klantenbinding. En de Vomar heeft dus veel oude mensen die zelfscankassa's stom vinden. Dus hebben ze die maar niet. Maar ze klagen nu wel dat ze moeite hebben met een beetje bijblijven met de andere supermarkten die dat wel hebben. Even kijken, we gaan naar beheer. Dan gaan we naar productie, licentie. We kunnen namelijk hier dan zometeen kopen water, kaas, koffie, eieren, melk en zwarte thee. Daarvoor hebben wij nodig $200. Hebben wij niet en winkel level 3. Hebben wij ook niet. Ik heb nog een leuk feitje over Nederlandse supermarkten. Wist je dat de gemiddelde afstand van een Nederlander tot een supermarkt is 680 meter? Ik vond het wel interessant. Je hebt natuurlijk grote steden waar je echt veel lager uitvalt. En ja, je kan ergens op de Veluwe wonen of zo. Ik ken mensen die gewoon echt 20 minuten moeten rijden naar de supermarkt. Dan word je echt wel gedwongen om 1 of 2 keer per week te gaan. Ik vind het juist wel fijn om iedere keer even een klein boodschapje te doen. Waardoor je toch wel gewoon meer gaat uitgeven. Maar dat even compleet terzijde. Ik weet niet of ze dat per se berekend hebben door gewoon te kijken naar iedere plek in Nederland. Gewoon willekeurig zo'n beetje. Wat dan de afstand is of echt gewogen naar mensen. Als we gewoon alle mensen in Nederland vragen hoe ver is het naar de supermarkt en daar een gemiddelde van nemen. Ik weet niet precies hoe het berekend is. Maar knappe kop hebben er vast heel erg lang over nagedacht. 680 meter. En dat zal vast nog een klein beetje krimpen. Of misschien juist dat supermarkten op een gegeven moment een beetje verdwijnen en veranderen in een soort distributiecentra. Ik geloof momenteel zelf nog steeds niet heel erg in die soort van snelle bezorging van boodschappen, weet je, de Gorilla's en dat soort dingen. Het is wel chill hoor. Vooral als het gewoon net zo duur is als de supermarkt. En als je die service kan bieden, ja, dan moeten alle supermarkten op een gegeven moment gewoon overgaan naar alleen maar dat. Maar ik denk als je extra moet betalen, gewoon puur principieel ga ik dan toch liever gewoon eventjes naar de supermarkt. Ik weet nog vroeger in het kleine dorpje waar ik woonde, Schaagbrug, had je een soort lokale supermarkt. En ik zag die man altijd gewoon boodschappen doen bij de normale supermarkt. Met gewoon zo'n 3 gigantische karren. Man kocht gewoon bij de normale supermarkt producten. En verkocht ze dan gewoon, als je daar gewoon iets wilde hebben. Weet ik veel, een pak melk of zo. Dan was het gewoon €4. Omdat die guy gewoon weet, ja, jij gaat gewoon pannenkoeken maken. Je hebt gewoon 1 pak melk nodig. Dat is mijn hele verdienmodel. Ik denk ook als we gaan kijken naar wat is nou de duurste supermarktketen van Nederland. Online zag ik Odin. Nooit van gehoord. Gewoon een kleine keten. Een soort van speciaal voor rijke mensen of zo. Ik ben er nooit geweest, ben niet rijk genoeg.
Maar behalve die, ik zou zeggen sowieso de Spar. De Spar is echt zo'n supermarkt, die vind je alleen maar op een soort gelegenheidsplekken. Ze hebben vaak van die winkels naast campings die alleen in de zomer open zijn en zo. Dat is natuurlijk super slim. Even kijken, 10 cent. Ja, hele fijne dag verder. Even gauw de lampen aanzetten. Lekker met het kaartje, mevrouw. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ratsig idee. Kabam, kaboom. Lampen aan. En we hebben ook genoeg geld voor die licentie. Zullen we het gewoon doen? Gaan het gewoon doen. We kunnen nu pindakaas gaan promoten. Ik vind het wel jammer dat je de producten niet nog een eigen grappige naam kan geven. Ik kan me herinneren dat je vooral op de koffie en de thee echt wel hele hoge marges had. We hebben dus niet echt veel geld, maar we kunnen naar de bank. We kunnen namelijk daar een lening afsluiten. Misschien voor, het moeten we echt per se voor $750. Je kan hem dus voor een steeds langere termijn nemen, dan wordt het bedrag gewoon net iets hoger. In principe kunnen wij dit makkelijk, echt makkelijk in 10 dagen afbetalen, denk ik. Het is wel, doe maar 12 dagen. Gaat het helemaal goed komen, dan pakken we dat geld, dan kopen we er heel veel pindakaas van. Deze winkel kan niet falen, kan niet falen. Het is echt wel moeilijk om dood te gaan in deze game, denk ik. Je moet denk ik producten, nou dat ding is wel, de prijzen veranderen iedere dag. Soms kan in één keer de marktwaarde van een product heel erg veranderen, waardoor het of ja, of opeens niet meer verkoopt, of juist veel te erg. Dat is best wel interessant. Wat was ik nog meer aan het vertellen over supermarkt? Misschien nog wel een leuke. Wat is het meest verkochte product bij de supermarkt? Ik ben benieuwd of je een gokje kan wagen. Wat is nou echt iets wat bijna iedereen eet? En het moet ook eigenlijk iets zijn waar niet heel veel varianten van zijn. Niet iets zoals paprika chips waar je dan heel verschillende merken hebt en zo. Wat is nou echt gewoon iets wat iedere supermarkt sowieso heeft? Hint, je ziet het redelijk snel als je binnenkomt. Iedereen eet dat wel eens. Het goede antwoord is bananen. Het meest verkochte supermarktartikel is bananen. Wat misschien wel een beetje onhandig is, wat gaat normaal per kilo. Misschien zelfs per kilo, dat we gewoon kijken naar het gewicht. Ja, ik wou zeggen misschien water nog, maar mensen die water kopen bij de supermarkt, die wonen of in een gebied wat chemisch heel naar vervuild is, of ze zijn niet goed in hun hoofd, misschien al door eerdere chemicaliën in hun drinkwater. Waarom koop je zoveel water? De dag is weer voorbij, we hebben wel een nieuwe objectief. Koop een koelkast of plank. Bedoel je dan een plank die ook koelt? Of bedoel je koop een plank of koelkast? Dit is zo'n klein taaldingetje waar ik denk, ja, draai het even om. Dan wordt het een net iets fijnere zinsopbouw voor je oogballetjes. Maar deze game is ook niet gemaakt voor en door Nederlanders. Eens even kijken. Een gefaalde betaling, nou vooruit dan maar. We hebben nog steeds gigantisch veel geld. Dat moeten we toch op een manier gaan uitgeven. Ik stel voor, we hebben wat eieren, wat melk, wat kaas, wat zwarte thee, wat koffie. We hebben echt heel veel geld. Dan moeten we gewoon door blijven gaan. Olie, pasta, gesneden brood. Ja, graan, natuurlijk, bloem. Ik heb nu eigenlijk gewoon alles gewoon gekocht. Fles water. Nou, oké. Dat is maximaal ook blijkbaar. Aankoop. Ze brengen nog steeds alles in dozen. Ze hebben wel zo'n hele coole physics engine waar dan al die dozen in één keer omvallen. We hebben dus ook een extra schap nodig. Even kijken, dat gaat vast ook hier. We kunnen even een koeling kopen. De eieren moeten hier namelijk in de koeling. Waarschijnlijk weet je dit al, maar er is dus een reden dat in sommige landen de eieren in de koeling gaan en in andere landen niet. Heeft voornamelijk te maken met het feit dat we in sommige landen besluiten om de eieren als ze binnenkomen eerst uitgebreid te gaan wassen. En dan gaat er een soort beschermlaagje af, waardoor ze in één keer juist vatbaarder worden voor ja, gewoon het bestaan. En dan moeten ze dus opeens in de koeling. Dat gebeurt vooral in Amerika en zo. Ja, dat is een prima randje. Dan kunnen we nu de gekoelde producten erin gooien. Even kijken wat er allemaal in welk doosje zit. Broden, hartstikke mooi. Het is net onhandig dat één zo'n doos echt precies één schap vult. Dan heb je zo één product over. Die gooi ik dan meestal hier in de hoek. En dan kijk ik er ooit nog wel een keer naar of zo. We hebben hier de melkjes. Even lekker hier zo. Oh, trouwens ook nog een dingetje daarover. Ik heb me echt goed ingelezen met supermarktfeitjes. Ik was echt van plan de hele video gewoon vol te lullen met alleen maar supermarktfeitjes. De melk en de eieren die staan dus vaak juist heel erg achterin de supermarkt. Omdat heel veel mensen hebben dat nodig. Dus moet je door de hele supermarkt heen lopen. Er zijn nog steeds ook supermarkten die gewoon pijlen op de grond hebben. Een soort van looprichting. Op veel plekken is het toch een soort erfstuk van corona. Vind ik echt heel mooi dat je gewoon nog ziet van, oh ja, corona bestond. Er nog steeds winkels waar dan zo'n sticker hangt met hout 1,5 meter afstand. Met mensen met een mondkapje op en zo. Ik vind dat iets heel liefs hebben. Dat je nog steeds gewoon ziet dat corona bestaan heeft. Echt plekken waar je soms nog steeds gewoon een soort scheidingsscherm ziet. Voor werkplekken en zo. Ik weet dat ik ooit gebold heb. Dat was gewoon tijdens, wat mildere tijden corona. Waar je echt tussen ieder bowlingbaantje in nog zo'n soort plastic dingetje had en zo. Dat waren hele wilde tijden. Eens even kijken. We gaan hier voor €5. Ja, 55 is wel mooi, hè? We kunnen ook een product gewoon wat duurder maken. Gewoon even kijken of het dan ook een beetje nog wil verkopen. Hier heb ik ook nog wel een klein dingetje over. De Albert Heijn is hierin echt best wel naar en slim. Wat ze soms doen in de Albert Heijn is ongeveer 2 bijna dezelfde producten verkopen.
Maar dan gewoon op een andere plek in de supermarkt. Denk aan iets zoals, nachos. Gewoon van die lekkere tortilla chippies. Die heb je dan vaak en gewoon bij het chipsvak voor 1 euro nog iets. En bij het Mexicaanse eten hebben ze ook nog nachos. En dan is het opeens 2 euro voor een zak. Want sommige mensen denken gewoon, oh, ik moet nachos groter maken. Oh, nachos. Mensen kijken daar gewoon niet naar. En de mensen die er wel naar kijken, die echt heel erg geven om of een zak chips 1 of 2 euro is. Ja, die kijken daar wel naar. Dus het lost zich wel een beetje op. Je kan en de mensen bedienen die te veel geld hebben. En de mensen die toch wat zuiniger zijn. Alhoewel, die gaan niet heel snel naar de Albert Heijn. Maar je snapt me. Het zou voor een supermarkt eigenlijk heel chill zijn als je per persoon andere prijzen zou kunnen rekenen. Daarover gesproken, er was veel gezeik over. Wendy's, de Amerikaanse fastfoodketen, die heeft aangekondigd met surge pricing te gaan werken. Een beetje net zoals wat Uber heeft. Als het heel druk wordt, dan gaan de prijzen in één keer omhoog. En als het dan rustiger is, gaan de prijzen omlaag om een beetje bij te sturen. Dit vonden mensen een verschrikkelijk idee. En dat is waarschijnlijk ook wel, want je weet ook wel. Waarschijnlijk betekent het vooral dat als het druk is, dan gaan de prijzen omhoog. En als het, zeg maar, rustig is, dan zijn de prijzen normaal. Dus eigenlijk voegen ze alleen maar een systeem toe om meer geld te kunnen vragen. Ja, dat is kapitalisme voor je. Dat mogen ze in principe wel gewoon doen. Oh, wat dan? Wat dan? Kan je koffie of zo? Oh, nee. De huidige prijs is gewoon €6,99. Daar wil ik dan van maken. Ja, €9,99 is grappig. Maar ik denk mezelf aan de kassa. Oh, we zijn nog steeds dicht. Dat is wel echt een ding. Ik moet echt geen supermarkt erin. Dit soort dingen zouden mij vaker overkomen. Ik had laatst een les. Moest ik een leerling even op de gang zetten. Want we gingen een toets bespreken. En die leerling had die toetsen niet gemaakt. En ik zei, weet je, we gaan de toets bespreken. Ik kom je over een paar minuten halen. Einde van de les. Ik bedenk me opeens. Oh ja, klote. Ik ben gewoon compleet die leerling vergeten. Hij heeft gewoon de hele les gewoon in het lokaal daarnaast gewoon lopen viben. Leraar van het jaar award. Leraar van het jaar award. Dus even kijken. Eieren, ja. Huevos. Die prijs ben je ingesteld, of wel? Zodra mensen meerdere van iets kopen wat ik net nieuw heb, denk ik, uh-oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Overigens, over eieren gesproken, ben ik ook weer genaaid door het leven. Ik heb dus, ja, eigenlijk hobbykippen. Ik heb hele leuke kippen in mijn tuin. Charity, Destiny, Paris, Samantha, Mercedes. Boeit je allemaal niet heel erg hoe ze heten. En er is nu een dingetje uitgekomen dat in eieren van hobbykippen heel vaak het hartstikke giftige PFAS zit. En dat aangeraden wordt eigenlijk niet meer te eten. En dat is niet alleen in de buurt van de Gemoers, de PFAS-fabriek. Niet eens, ook gewoon echt in Friesland en zo. Het hangt heel erg van de plek af. Maar het idee is dat de kippen pikken nogal veel in de grond. En als er dan dus PFAS in de grond zit, dan komt het vervolgens weer in de eieren terecht. En als je iedere dag eet, dat PFAS, dat bouwt zich op in je bloed. En waardoor je dus steeds hogere waarde krijgt van een objectief best wel kankerverwekkende stof. In sommige plekken van Nederland is het zo dat met 3 eieren van hobbykippen zit je al aan je wekelijkse PFAS-waarde. En dan moet je ook nog leven, zeg maar. Dus het is helemaal kak. Ik heb nu hobbykippen en ze raden eigenlijk aan, ja, misschien kun je de eieren toch ook een beetje delen met andere mensen. Wissel het af met eieren uit de supermarkt. En ik vond het net zo leuk om iedere dag de eieren van mijn eigen kippen te kunnen eten. En ja, wordt dus nu aangeraden om het niet meer te doen. Ik zou bijna gaan zeggen, ik weet niet wat het zou kosten om gewoon mijn eigen grond eenmalig te laten testen. Dat ik dan gewoon een beetje weet of het veilig is, of die eieren misschien laten testen. En dan kan ik er gewoon de rest van mijn leven gewoon van blijven genieten. Voor nu is het in ieder geval gewoon een klein beetje onhandig wel. Klein beetje onhandig. Mevrouw. Zet maar neer. Wat vooral wel een beetje onhandig is aan deze XL gameplay is dat idealiter is het ook wel leuk om te zien hoe de supermarkt een beetje kan worden. Als we echt een beetje doorgaan, wat voor gigantische Albert Heijn XL hebben we dan? Ja, de vraag is een beetje, gaan we dat punt nu bereiken in deze video? Dan moet ik eigenlijk wel een beetje in gaan knippen. Dan moet ik even zeggen, jongens, even klap en dan is de supermarkt veel groter. Of we gaan gewoon de hele video een beetje slap lullen en gewoon dit doen. Mijn voorkeur gaat uit naar de tweede optie. Vooral omdat ik heb niet heel veel tijd vandaag om deze XO gameplay te maken. Ik dacht, ja, hopelijk kan ik je gewoon dusdanig veel coole supermarkt dingen vertellen dat het nog de moeite waard is. We kunnen even een klein knipmomentje doen. Ik had een save game van de stream waar ik echt meerdere uren al deze game heb lopen spelen. Ik dacht, we kunnen daar gewoon op een gegeven moment op verder. Maar ik startte net zo'n nieuw game en toen zei hij, hey, wil je save game weggooien? En ik, ja, dat is wel het leukste om bij het begin te beginnen. En nu zitten we dus een klein beetje vast. Eens even kijken. We hebben trouwens ook een nieuwe objective. Deze keer is het koop een nieuwe sectie via je computer. Oh, oké, dus echt het echt al groter maken van de supermarkt. Dat is wel een klein beetje spannend. Even kijken, dat is 80. En hier is uw klote wisselgeld in allemaal verschillende muntjes. Hele fijne dag verder, meneer. Nieuwe sectie kopen. Nou, in principe 182. Dat is sowieso niet genoeg geld. We zouden nog een lening kunnen nemen bij de bank als we iets meer pro zijn in de game. We moeten denk ik toch gewoon even een paar dagen lang gewoon grinden. Gewoon keihard werken. Allemaal mensen hun klote broden afrekenen. En dan komen we een klein beetje op dat punt. Ik knip er wel nu eventjes even 2 dagen uit of zo. Gewoon even voor de leuk.
Weet je, zo ben ik dan ook alweer. Dat moet gewoon kunnen. Oeh, kijk, nou schiet het tenminste een beetje op. En dan zie ik jullie overmorgen terug in mijn fantastische, leuke, vooral ook echt hartstikke gezellige supermarkt. Tot dan. Ja, ja, daar ben ik weer. En niet alleen de winkel krijgt een upgrade. Ik ben nu in één keer, zit aan de andere kant, Jumbo-medewerker. Ik heb natuurlijk een hele verzameling aan werkkleding. Dit is het allereerste overhemd dat ik ooit had. Gewoon een willekeurige kijker stuurde mij ooit zijn Jumbo-overhemd. Ik merkte al heel snel dat ik het echt heel grappig vond om gewoon in het openbaar dat Jumbo-overhemd te dragen. Vooral omdat, ja, voor mijn gevoel is er een beetje een soort stigma op werkkleding. Je werkkleding doe je aan op je werk. Vaak ook gewoon omdat het moet waarschijnlijk hoor. Maar ook soms omdat het gewoon niet cool is ofzo. Ik dacht, we maken het juist cool. Ik ga juist werkkleding dragen. Zelfs al werk ik niet voor dat bedrijf. En dat is iets wat ik nog steeds gewoon doe om mensen heel erg in de war te brengen. Ik doe het niet in mijn stageschool. Ik vind het toch niet echt professioneel ofzo. Als je in een PostNL polo les staat te geven. Aan de andere kant, waarom ook niet hè. We kunnen dus momenteel kopen dat de winkel groter wordt. Maar de schappen zitten eigenlijk al helemaal niet vol. Dus lijkt me een beetje een nutteloze upgrade. Maar een andere upgrade die misschien wel een beetje nuttig is, is natuurlijk een nieuwe licentie. Ik heb hier namelijk pindakaas, bloem, olijfolie, spaghetti, basmati rijst en zout. $400 uit de kas, alleen maar zodat je meer geld kan uitgeven. Het is eigenlijk een beetje raar, maar ik geloof wel dat deze producten ook weer betere marges hebben. Voor de rest, dit is een beetje een persoonlijke complottheorie. We komen trouwens echt veel te veel geld tekort. Ik heb dus het idee dat als je supermarkt groter wordt, dat je dan ook meteen meer klanten krijgt. Als we meteen gewoon een beetje vierkante meters erbij kopen, dat de game dan gewoon meer klanten genereert. Want we hebben er nu best weinig. Het zou eerlijk gezegd een beetje raar zijn als dit de hele game lang het aantal klanten blijft. En op een gegeven moment echt een super grote supermarkt aan het bouwen zijn. Even kijken, we kunnen de prijs van de pindakaas nog eventjes instellen. Zo, dat is wel prima marge. Ja, we gaan gewoon voor $5. En dan hebben we hier nog ons andere nieuwe product, de spaghetti. Ja, die moet je eigenlijk wel een beetje naast de pasta zetten. Dat is wel een soort van logisch. Er zit nog niet echt een heel groot systeem in hoe deze supermarkt werkt. Maar zo nu en dan zie je het wel een beetje om dingen een klein beetje bij elkaar te groeperen. Ik zat er net nog even een klein beetje over na te denken. En ik twijfel toch een beetje aan de theorie of de banaan nou echt het meest verkochte product is. Hoe snel kopen mensen nou echt 2 kilo banaan versus mensen die 2 pakken melk kopen? Ja, oké, er zijn alweer een paar andere merkjes en zo, maar dat kunnen we al redelijk groeperen. Ik ging een beetje googlen, maar toen keken ze vooral naar hoeveel geld er binnenkomt via de product, de omzet. En het product met de hoogste omzet als groep is bier. Daar schrok ik best wel van. Bier en vlees. Bier en vlees wordt het meeste geld aan uitgegeven. Echt nog meer dan aan frisdrank bier. Maar bier is ook wel iets duurder dan frisdrank natuurlijk. Maar alsnog, ik schrok er wel van dat we zo gigantisch veel bier drinken. Nou, dan zal het vast wel niet heel erg slecht zijn voor je gezondheid. Hè, als we er zoveel van drinken. Ik heb geen idee. In principe is dus het hele doel van de game om een hele grote supermarkt te hebben. Nou, dat is misschien wel de vraag. Wat is nou de grootste supermarktketen ter wereld? Gek genoeg ken je het bedrijf zeer waarschijnlijk niet. Het is namelijk, even heel goed in mijn notities kijken, Magnit. Een Russische supermarktketen met 12.000 filialen. Maar op nummer 2, daar ben je waarschijnlijk wel zeer zeker een keertje geweest, is namelijk de Franse supermarktketen Carrefour. Ah, in Nederland heeft Albert Heijn overigens een marktaandeel van 35%. Dat is echt wel veel voor een supermarkt die ben wel een klein beetje prijzig is. Laat gerust even weten in de reacties van deze video wat jouw favoriete supermarktketen is. De mijne is sowieso de Lidl. Recentelijk hebben ze in de buurt van mijn huis een Lidl gebouwd. En ik was echt gewoon helemaal yes, woehoe! Ik vind vooral de bakafdeling altijd heel chill. Er zit ook een Lidl dicht bij mijn stageschool. En dan haal ik gewoon een eiwitshake en een croissantje of zo voor 2 euro. Ik denk dit is best een oké lunch of zo. Je kan er nog een banaan halen voor 20 cent. Dat zijn mooie dingen, dat zijn mooie dingen. Dus ik heb nu ook een Albert Heijn XL dan hier. En ja, nogmaals, ik vind XL supermarkten wel onhandig. Je bent gewoon meer naar je spullen aan het zoeken. Nog eventjes een paar andere supermarkt lifehacks. Ook de muziek is dus heel erg belangrijk. Die is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen langzaam lopen. Moet een beetje langzame muziek blijven. Langzaam lopen betekent langer in de winkel, betekent meer dingen kopen. Ik geloof dat, volgens mij was het Jumbo, echt een soort playlist heeft, of een soort Jumbo radio, die gewoon in alle Jumbo's zo tegelijkertijd afgespeeld wordt. Soms zijn er wel echt nummers in de supermarkt dat ik denk van, maar waarom dit? Het is gewoon een nummer over vreemd gaan of zo. Of ja. Ja, misschien zou je toch alleen maar gewoon hele neutrale, blije muziek moeten doen of zo. En niet nummers met toch een beetje een gekke betekenis. Take Me to Church heb ik wel eens gehoord in de supermarkt. Wat eigenlijk gewoon een soort nummer is tegen de kerk over homoseksualiteit. Dat je denkt, ja, dit zijn hele mooie thema's of zo. Maar ja, misschien wil de pastoor ook gewoon zijn basmati rijst halen. Misschien moet de supermarkt zich niet gaan bemoeien met dat soort politieke onderwerpen. Alhoewel,
Weet je wat? Van mij mag de Aldi best opkomen voor homorechten. Ik vind dat ook wel weer iets hartstikke moois, ja toch? Deze game wordt trouwens nog steeds langzaam een klein beetje geüpdate. Wat ik momenteel echt nog wel een beetje mis, is natuurlijk het birdbalkje. Oh, kijk eens aan mevrouw. U doet boodschappen voor het hele gezin. Omdat je dus nog niet de boodschappen van de persoon daarna kan zien, heb je dus ook geen behoefte aan het birdbalkje. Wat vooral interessant is aan birdbalkje, in 1996 is een soort groot comité opgezet, of in ieder geval, er was een soort, ja, een enquête, een poll. Er werd aan de mensen gevraagd, hoe moet het balkje tussen de boodschappen gaan heten? Oh, geen rijst? Ja, nee, ik heb natuurlijk allemaal nieuwe producten die ik kan kopen, als ik er toch een beetje geld heb. Nee, maar dat is zeker de moeite waard, beetje zout inslaan, beetje olijfolie, oh, dat kan er allemaal wel vanaf. En het is nog net niet donker genoeg, mag ook allemaal gewoon nog eventjes gauw deze hele pauperzooi afrekenen. Ook gewoon weer 48 dollartjes. De bio-eieren zijn op. Nee, oké, dat is prima. Licht zetten we even aan. Ik heb ook vernomen, dit is een beetje een, ik weet het niet zeker, ik ben geen supermarkt hypnoseman. Dat supermarkten gebruik maken van speciaal licht, waardoor groente en fruit meer glimmen en er verser uitzien. Ook vlees een appetijtelijkere kleur heeft. Dus eigenlijk zou dan groente en fruit en vlees misschien zelfs ander licht hebben in die bakken en zo. Dit is een beetje een halfje. Ik weet niet precies hoe de vork in de steel zit, maar weet je, als er een complot is, dan zullen ze daar vast alle reden voor hebben. Kijk eens aan, een hele fijne dag verder. Meteen even gaan we onze nieuwe aanwinsten uitpakken. De olijfolie moet natuurlijk naast de normale olie. Op een gegeven moment kan er ook nog frituurvet bij. Heb je echt een heel schap vol met olie. Ik heb ooit een YouTube video gemaakt. Die blijft echt wel fantastisch. Echt wel een van de dingen waar ik trots op ben over. Dat je bij de Albert Heijn, wat was het nou, echt gewoon 20 verschillende soorten pindakaas kon kopen. Dat vond ik zoiets absurd. Dat je zoveel pindakaas hebt. Ik kan me niet voorstellen dat wij als mensen gelukkiger van worden. En bij zoveel soorten pindakaas denken we echt, wie koopt dit? Is dit een soort nieuw product wat ze voor het eerst aan het testen zijn ofzo? Of zijn er mensen die gewoon standaard altijd de pindakaas met karamelzeezoutstukjes kopen? Ja, waarschijnlijk. Of ja, een van de twee in ieder geval. Ik heb geen idee hoe dat werkt, maar ik vond het in ieder geval raar. Even niet vergeten al mijn rekeningen te betalen. Rapatapam. En dan de dag beëindigen. 15 producten niet gevonden, worden dus ook wel meegenomen in je review. Oh, en op basis daarvan krijgen we ook nog een soort extra winkellevel punten. Dus wel belangrijk ook om alle producten te hebben. Het lijkt me ook wel grappig om gewoon alle schappen alleen maar vol te gooien met één product. Gewoon alleen maar basmati rijst en dan gewoon even kijken wat er gebeurt. Ik had net toch, ik had toch basmati rijst gekocht. Waarom zie ik het niet in de schappen staan? Omdat ik het nooit heb neergezet. Ik zet lekker de zout naast de pindakaas. Kun je zelf je karamel zeezout verrassing maken. Waarschijnlijk is dat zout toch wel een klein beetje goedkoper. Ja, oké, €2,40. Ja, we blijven een lief leuk prijsvechtertje. Wat ik wel echt iets heel fijns vind aan supermarkten, is dat we eindelijk een beetje een aantal problemen van vroeger opgelost hebben. Vroeger was gewoon de supermarkt nog niet open op zondag. Heel veel feestdagen niet en zo. Dat soort dingen hebben we ondertussen voor mijn gevoel echt wel een beetje fixed. Nu zijn ze meestal wel open op die dagen. Het enige echte probleem wat we nu ook nog moeten fixen is dat er gewoon meer supermarkten zijn die daadwerkelijk 24 uur per dag open zijn. Ik heb momenteel veel minder die levensstijl waar ik op van die ongoddelijke uren wakker was. Maar toen ik het wel nog had, had ik het echt wel heel erg gewaardeerd als supermarkten gewoon wat vaker, ja, niet om 8, 9 uur al dicht gaan. Ik heb wel vaker voor een dichte Albert Heijn gestaan om 9:30. Dat zeker. Ik heb nu trouwens één kaas over. Als ik die bewaar buiten de koelkast, zou je dan kunnen bederven? Ik denk het niet. Ik denk dat de game nog niet zo ver is in de ontwikkeling. Er zijn er best wel wat dingen die ze veranderen en zo. De game is daadwerkelijk nog in een soort beta. En de game gaat daadwerkelijk soort van viraal. Het is echt wel hilarisch hoe dit soort domme games gewoon daadwerkelijk goed kunnen verkopen op Steam. De game is wat een tientje, misschien niet eens. En dat gewoon daadwerkelijk geld binnenhaalt en dat mensen het spelen. Ik vind dat wel iets heel moois. Dat iemand gewoon rijk kan worden met het maken van zo'n simpele game die net zo goed 20 jaar geleden uitgegeven had kunnen worden. Als we gewoon enkel kijken naar, nou, de grafische kwaliteiten van hetzelfde genoemde videospelletje. Oh, weer vergeten de supermarkt open te doen. Weer een leerling in een lokaal laten zitten. Ach, het kan de beste overkomen, want het overkwam mij. We laten die kaas even lekker in het hoekje liggen. Die gaan we pas aan het einde van de video verkopen. Maken we een speciale tweede kaaskoelkast. Gewoon om eventjes extra goed in de gaten te kunnen houden. Als ik even kijk naar mijn financiële situatie, hebben we heel weinig geld. Dat is raar, want de schappen zijn ook best wel leeg. Meestal is het toch een beetje het een of het ander. Helemaal vergeten, ik zat nog heel diep in dat verhaal over de verkiezing voor het woord voor birdbalkje. Een aantal andere woorden die tussen de mogelijkheden zaten waren divider, wordt nog steeds wel eens gebruikt, klantenwig of stopper. In Duitsland zijn ze tot een ander woord gekomen, daar heet het namelijk de warentrenner. Als we dat vrij letterlijk naar het Nederlands vertalen, krijg je koopwaarscheider. En dan vind ik birdbalkje echt een veel leuke woord. En ik geloof een paar jaar later waren er ook nog wat oproepen. Dat birdbalkje moest ook echt in de dikke vandalen komen. Toch wel grappig dat, ja, wanneer is een woord nou echt een woord, weet je? Hoeveel mensen moeten een woord gebruiken voordat het echt een woord
wordt. Je zou het kunnen proberen. Het zijn net als emojis. Zo nu en dan worden er nog nieuwe emojis toegevoegd. Dat mensen zeggen, nou ja, hier moet er echt wel een emoji voor zijn. Ik geloof een paar jaar geleden als een emoji voor yoga toegevoegd. Die was er daarvoor niet. Dat zouden wij gaan kunnen doen met een woord. We moeten gewoon iets verzinnen waar echt een woord voor nodig is. Dan het woord grootschalig verspreiden. En op een gegeven moment zou die dan waarschijnlijk gewoon dikke vandalen komen. Als maar genoeg mensen het gebruiken. Ontstaat bij andere mensen op een gegeven moment de verwarring van, hé, wat is dat? En dan zou het fijn zijn als er een boekje is waar die woorden in staan. Een vriendin van mij die probeert dus altijd zelf een spreekwoord populair te krijgen. Ik bedoel, waar komen die dingen precies vandaan? Ik deel hem altijd, misschien heb ik dit eerder al een keer verteld. Haar spreekwoord was, iemand de cape in het gezicht wapperen. Ik ben zelf nog steeds heel erg fan. Het is zeg maar een situatie waarin iemand probeert te helpen, maar eigenlijk die persoon veel meer dwars zit. Iemand de cape in het gezicht wapperen. Beste voorbeeld wat ik kan geven is, mannetjes die s'avonds laat een vrouw over straat zien lopen. Ze zitten zelf in de auto en dan zeggen ze, hey meisje, wil je een lift van mij? In veel gevallen voelen die vrouwen zich alleen maar gewoon niet fijn. En nee, ze hebben geen interesse in deze lift. Je bedoelt het goed. Maar ja, waarschijnlijk is de kans best aanwezig dat vrouwen zich juist minder op hun gemak voelen. De cape in het gezicht wapperen. Ik moet wel zeggen dat ik voor de rest vrij weinig echt concrete voorbeelden kan geven. Dus misschien is dat wel een klein beetje een probleem met dit hele ding. Dat ik zelf ook niet heel veel voorbeelden kan geven. Even kijken, het was tijd voor meer pindakaas, denk ik. Ook nog eventjes wat brood, pasta en de rijst. Dat is wel een mooi wagentje vol. Eens even kijken, dat gaan we flink lekker aftikken. Oh, kijk eens. Je merkt wel dat als je meer producten hebt, mensen ook op een gegeven moment steeds meer tegelijkertijd gaan kopen. En daarover gesproken, nog een heel logisch, per ongeluk door mij overgeslagen stukje supermarktpsychologie, is dat de wagentjes zijn bewust gigantisch groot gemaakt, want dan koop je ook meer. Je wilt voor je gevoel toch gewoon een beetje één wagentje vol halen ofzo. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk bijna nooit een wagentje neem en eigenlijk bijna ook meestal geen mandje. Ik zei al, ik doe vaak wel een beetje die kleinere boodschapjes. Ik probeer vaak gewoon alles in mijn handen te dragen, tot het punt dat het echt een soort onhandige toren wordt die bijna omvalt. En mensen zeggen, hé, moet ik helpen? Bij de kassa zeggen ze, dan wil je niet even voor. Het is een beetje sneu als je mij door een supermarkt ziet lopen. Maar het zorgt er wel voor dat ik alleen maar zoveel koop als dat ik kan dragen. En dat is echt wel verrassend veel geworden ondertussen. Dat is wel een klein beetje een probleem. Wat ook wel een geinig dingetje is, ook een soort corona-reliquie. Bijna geen winkelwagentjes meer waar geld in moet. Zodat dat kleine muntje. Een winkelwagentje, dat zal je echt verbazen, kost zo'n €200. Gewoon één winkelwagentje. Die dingen worden dan wel eens gejat door mensen gaan, door daklozen om mee rond te lopen. Jongeren die er gewoon 50 cent in gooien en dan een paar straten verderop parkeren. Ik las wat data over gewoon één willekeurige Albert Heijn XL. En die zei dat per week ongeveer 10 winkelwagentjes gestolen worden. Maar een deel vinden ze ook redelijk snel weer terug. Dat is dan wel weer leuk. We hebben trouwens echt heel veel lege schappen momenteel. De geschiedenis van het winkelwagentje is sowieso best wel interessant. Ik wil dit eigenlijk nog even precies opzoeken, want ik heb dit feitje ooit eerder verteld. Ja, heel lang had je gewoon geen winkelwagentjes. En toen ze eenmaal uitkwamen, waren mensen heel erg bang dat mannen ze niet wilden gebruiken, omdat ze te vrouwelijk zouden zijn, omdat het zou dan doen denken aan een babywagen. Dus hadden ze helemaal een soort mannelijke acteurs ingehuurd om rond te lopen met winkelwagentjes. Om dus het idee te creëren dat winkelwagentjes inderdaad wel iets goeds zijn. Maar nog even terug naar de corona-muntloze wagentjes. Ik denk toch dat supermarkten de afweging hebben gehad. Ja, zo nu en dan worden wagentjes gestolen, maar dat gebeurde bij 50 cent ook al. Misschien dat ze zagen op een gegeven moment dat als de wagentjes geen geld hadden, dat ook niet echt gebeurde ofzo. Ik weet niet per se, was er nog een reden dat de muntjes ook opeens weg moesten? Je moest natuurlijk je wagentje schoonmaken en zo. Volgens mij is dat een beetje toen gebeurd, maar ik zou niet per se weten wat die twee met elkaar te maken hebben. In ieder geval, en dat supermarkten toch merkten dat als er geld in moet, mensen veel minder vaak een wagentje nemen. En ze worden niet veel vaker gestolen. En als meer mensen een wagentje nemen, verdienen ze weer meer geld. Dus ook daar is het nog een klein beetje geoptimaliseerd. In Amerika heb je iets fantastisch, dat heet Card Narcs. In Amerika gebeurt het dus heel veel dat mensen hun winkelwagentje niet terugzetten. Hele grote parkeerplaatsen. Mensen flikkeren daar hun auto neer. En vinden het dan te veel moeite om vervolgens nog helemaal, als je je wagentje in je achterbak hebt uitgeladen, meteen dat wagentje ook weer terug te zetten. Dat is echt wel heel veel gevraagd. Laat ze vaak het wagentje bij hun auto staan. Het is een heel YouTube kanaal die alleen maar, het enige wat het kanaal doet, mensen daarop aanspreekt. En ze tegelijkertijd filmt. Over het algemeen vinden we mensen die andere mensen in het openbaar filmen gewoon lastposten, irritante influencers, et cetera. Maar omdat deze mensen hun winkelwagens ook vaak weigeren terug te zetten, hebben ze iets van, nee, deze mensen zitten fout. Alles wat ze overkomt is volledig terecht. Een heel YouTube kanaal over, dat heet Card Narcs, als in nark als in verklikker. De winkelwagenverklikkers, het is een heel interessant project. Ik heb het laatst op stream een keer uitgebreid lopen bekijken. Ik zou toch wel willen zeggen dat ik zelf, ja, tot de grote fans behoor. Weep, skeep, weedle, deep, doop, agent Cameron here with the Card Narcs. That's not where the cards go. What's that?
That doesn't win. That's not where the cards go. No, but there are people. They pay people to get okay, the cards. Man. You do not come near my car. What about the cart? I don't give, dude. They fucking pay people. I told you Leave the analogy. En nu is de vraag natuurlijk ook, als er geen geld meer in die wagentje moet, gaan we dit in Nederland steeds vaker zien? Ik heb het al een paar keer gezien. Deze vrouw heeft trouwens echt de meest extreme keuzestress die ik ooit heb gezien. Mevrouw, het is gewoon rijst. We hebben er maar één. Neem de rijst. Oh nee, ze lopen allebei heel vast. Ze gaat gewoon voor altijd in mijn winkel blijven nu, denk ik. Lukt het, mevrouw? Lukt het? Oké, even één pastaatje, één lekker theetje. Oké, 8, 24, pats, boom, bim, bam. We hebben trouwens best wel wat poen momenteel. Dinero in de bank. We kunnen eventjes heel gauw gaan voor de uitbreiding. Vinden we onder het tapje groei. En dan sectie 2 aankoop. En dan zie je in één keer. Oeh, de voorkant wordt ook groter. En we kunnen nu dus schappen helemaal verplaatsen. Dus vind ik wel netjes om even iets meer gewoon met de hoekjes te werken. En, oh, misschien dat die vrouw dan ook stopt met glitchen. Dat zou wel lekker zijn. Je wilt ze eigenlijk wel een beetje zo naadloos op elkaar laten aansluiten. Anders is het gewoon zo net lelijk. Zie je dat? Dat is precies wat we niet willen. Het is echt een beetje millimeterwerk en nog steeds ben ik zwaar ontevreden. Misschien staan ze allebei. Ja, ben je zo'n tv bij de muur, ben je zo'n flatscreen. Ach ja, boeien. De koelkast staat wel lekker daar staan. Dan moeten ze meteen nog een hele tweede kassa bij. Als we eenmaal een kassa jongen of meisje kopen. Het grappige aan de game is eigenlijk dat hoe verder in de game je komt, hoe minder je gaat doen. Nu doe je alles nog. Op een gegeven moment kun je kassa mensen kopen. Op een gegeven moment kun je vakkenvullers kopen. Dan is het enige wat je doet de inkoop van producten. Wat naar mijn mening het minst leuke deel is van de hele game. Hoe verder je komt, hoe minder leuk de game wordt. Fantastisch game design. Geef deze mensen snel nog meer miljoenen euro's. Ze hebben het verdiend. Ik ga nog even een klein beetje doorgrinden zonder het op te nemen. En dan ben ik zo meteen terug. En dan zijn we weer net iets verder in het fantastische supermarktleven. Ik weet niet precies wat hier aan de hand is, maar het gaat niet goed. Moet ik me verplaatsen? Moet ik me gewoon eventjes gewoon hier neerzetten of zo? Dan kun je een beetje vrij eromheen lopen. Nee, dat lost het probleem ook niet op. Nou, oké. Zal allemaal wel. Ik ga er even doorgrinden. Welkom terug bij de supermarkt grind. Ondertussen ben ik bijna level 10 en dat betekent dat ik personeel kan aannemen. Ik ben op een gegeven moment echt een beetje scheid aan het hebben. Dan geef ik mensen gewoon te veel geld terug. Normaal gesproken heb je dan een probleem met je baas, heb je kassa tekorten en zo, maar ik ben de baas. Hier, neem maar 5 cent, weet je. Neem maar 5 cent. Voor mij straft de game je niet af voor het geven van te veel geld. En eigenlijk, ja, op een gegeven moment moet je denken aan efficiëntie, toch? Er zijn best wel mensen waarvan je kunt zeggen dat ze zoveel geld per uur verdienen, dat het gewoon niet de moeite waard is om 10 cent van de grond af te pakken. Weet je dat idee, toch? Level 10 is in ieder geval in de pocket. En geloof het of niet, ik heb nog steeds een redelijk aantal supermarktfeitjes. Eerste ding is niet echt een feitje, maar wel iets interessants om een klein beetje over te praten. Ik zal eens even de lampen aanzetten. Het is voornamelijk de gigantische, maar dan ook gigantische invloeden die supermarkten hebben op ons leven. Bijvoorbeeld, nou, door te stunten met dingen zoals alcohol en snoep, wat ze toch wel heel graag doen, zorgen ze ervoor dat mensen ongezonder gaan leven. Maar ook gewoon jouw hele eetwereld. Wij eten vaak mango's, ook mede omdat onze supermarkten ze vaak verkopen. Ik haal nu vaak bij de Lidl een pomelo. Het is een soort, ja, een Aziatische citrusvrucht. Lijkt een beetje op, hoe heet die troep ook weer, grapefruit. Maar dan iets minder zuur. Ik ben echt wel fan van de pomelo. En ja, ik heb dat ding gewoon ooit een keer gehaald bij de supermarkt. Jouw hele belevingswereld is de supermarkt. Zij bepalen eigenlijk gewoon hoe jij je leven leidt als je erover duidt. Als zij willen dat jij minder vlees eet, kunnen ze het vlees duurder maken. En iedere week gewoon van die vleesvervangers in de aanbieding doen. Nu weet ik dat heel veel mensen kijken en denken, nou, ze kunnen dan gewoon de tering krijgen. Ik ga lekker naar een andere supermarkt. Dat is ook zeker een overweging. Maar ze hebben dus in ieder geval echt heel veel invloed op je leven. Ik ben momenteel weer al een poging aan het doen verstoppen met roken. En een tijdje geleden had ik een zwak moment. En ik wilde gewoon even naar de Albert Heijn om een pakje peuken te halen. Die verkopen ze niet meer! Nog even heel wat anders. Ik had een hele goede dikke tip gekregen. Die lampen, die kun je ook gewoon pakken en gewoon schuiven. Aangezien we hier best wel een beetje een wat donkerdere hoek. Ik zou zeggen, het is wel echt heel oneven nu. We kunnen zelfs de lampen gewoon weghalen. Doe gewoon één grote lamp. Of zo meteen sowieso even kijken, wat zijn onze lampopties? Sowieso merk ik wel dat mensen steeds meer boodschappen aan het kopen zijn. Waarschijnlijk ook wel omdat ons aanbod gewoon hoger is. We hebben in ieder geval momenteel best wel wat geld op de bank. Ik begon echt met volle planken. En ik stel voor dat we gewoon even gaan kijken bij beheer, aannemen, kassa medewerker 1. Is hij er ook gewoon al? Ja hoor. Hé hey, gast, we gaan sluiten. Ga naar huis. Je hoeft niks meer te doen. Ga weg. Het is klaar voor vandaag. Maar morgen wordt jouw dag.
Hoop ik voor je. Overigens kan ik nog iets doen, namelijk bij beheer. Licenties. Ik kan namelijk kopen meerdere productlicenties. Ik stel voor dat we deze pakken, want daar heb je cake, snoep, graan, chocoladereep en yoghurt. Kunnen gewoon een redelijk ongezond schap gaan bouwen. Oh ja, en ik had er nog helemaal niet over nagedacht dat later in de game krijg je natuurlijk ook nog diepvriesproducten. Ach, maar natuurlijk. En dan misschien, nee, dat staat er niet tussen, warmhout bakken voor, weet ik veel, vers gebakken kip of zo. Dat heeft de Jumbo soms, dat is fantastisch. Ja, moeten we een klein beetje oppassen dat we niet al ons geld opmaken, want anders kunnen we geen boodschappen meer kopen. Alhoewel, we kunnen ook altijd nog geld lenen bij de bank of zo. Ik heb blijkbaar nog een hele kist met olie hier staan. Die vullen we even gauw bij. En dan gaan we gauw door naar de volgende gezellige dag in mijn prachtige, leuke supermarkt. Ik ben sowieso wat rekeningen vergeten te betalen. Totale winst is wat naar beneden gegaan. Ook weer nieuwe prijsaanpassingen. De pindakaas is goedkoper geworden. En de spaghetti moeten toch... Oh, eventjes de prijzen aanpassen. Yes. Ik ben eventjes de belangrijke inkoop voor vandaag aan doen. Ik stel voor dat we vooral nieuwe dingen kopen. Snoep, yoghurt en doe maar deze chocoladecake. Ziet allemaal erg lekker uit. Misschien hebben we nog iets van geld over. Doe even wat koffie. Altijd wel een favoriete bestseller. En ik kom geld tekort. Doe dan maar geen cake. Nee, dat komt later wel. Lijkt me wel grappig om een beetje een ongezond schap te gaan bouwen. Verder leek het me wel geinig om een klein beetje te praten over korting. Wat ik zelf dan wel redelijk doe, en wat eigenlijk iedereen gewoon zou moeten doen als je meer dan 2 hersencellen hebt, is toch wel gewoon een beetje groot inkopen bij kortingen, toch? Dingen zoals blikken soep of zo. Eigenlijk ben je gewoon een klein beetje in het leven aan het verliezen als je die dingen koopt voor de normale prijs. Wacht gewoon tot ze een 1 plus 1 hebben. Koop dan gewoon 20 blikken. Zet het ergens in je huis als je daar toevallig een klein beetje ruimte voor hebt. En geniet. Iedere keer als ik dat soort dingen voor de volle prijs koop, het voelt echt gewoon een klein beetje als verliezen. Het enige ding in de supermarkt wat meer voelt als verliezen is wanneer je weer geen tasje bij je hebt en een tasje moet kopen. Ik vind dat echt een bijzonder systeem. Je betaalt gewoon geld om reclame te maken voor de supermarkt. Dat is het vooral. Je betaalt geld en hun logo staat er gewoon op. Ik vind dat echt ziek. Kijk eens aan, de winkel is weer geopend. Kom maar binnen met jullie zuurverdiende centjes. Ja, sorry dat de winkel redelijk leger is, maar er wordt aan gewerkt. Er zijn wat renovaties, we hebben uitbreiding gedaan. Dit is, Sean. En hij gaat jullie helpen met de boodschappen. Ze moet ik een beetje gaan werven. Ach, meneer, u ziet eruit alsof u wel zin heeft in een lekker snoepje. We hebben nieuwe, ja, het zijn een beetje muisjesachtige dingen, denk ik. Inderdaad, echt een... Een koopje zou ik zeggen. Lekker koffietje erbij. Dat is echt een dieet om u tegen te zeggen. Suiker en cafeïne. Misschien zelfs nog wat kaas. Een lekker yoghurtje is ook een nieuw product inderdaad. Probeer ook zeker die nieuwe producten een kans te geven. Ik wou achter de kassa gaan staan. Ik mis het nu eigenlijk al een beetje. Het is zo leuk. De leuke arbeid. Er is zometeen een gigantische rij. Deze man moet sneller scannen vooral. Het is gewoon klik, klik, klik. Waarom scan je niet sneller, gast? Hij wil acote fles water hebben. Nou, het geld stroomt nu langzaam binnen. Bijna als water. Dus we kunnen gewoon een beetje, terwijl hij bezig is met de kassa koopjes, kan ik ondertussen gewoon eventjes gauw dingen bijbestellen. Doe maar lekker een cakeje of zo. En misschien die flessen water, die kunnen bijna niet heel erg duur zijn. Kijk eens aan, koop het lekker, haal het lekker op. En nu we trouwens toch net een klein beetje over korting hadden, heb ik daar nog wel een soort van feitje over. Een supermarktfeitje. Namelijk dat in het algemeen sowieso mensen van leuke producten vaak veel meer kopen dan ze nodig hebben. Dus dingen zoals chips, bier, denken, nou ja, weet je wat, leven is een feestje. Ik haal meteen even lekker een heleboel bier. Maar voor nodige producten doen mensen dat bijna nooit. Wel geinig eigenlijk, heel logisch in je hoofd ook meteen. Je denkt nooit, weet je wat, ik neem lekker 4 afwasmiddel mee. Fuck it! 10 tandpasta, ratsik idee. Dat je denkt, ja, nou ja, in principe met inflatie. Misschien is die tandpasta volgende week wel duurder. Hij is gewoon houdbaar. Maar dit zijn ook gewoon van die dingen die moet je ieder liter gewoon kopen bij een goede kortingsactie. Dat zijn toch van die kleine dingetjes waar je net een beetje geld mee kan besparen. Wat de meeste mensen gewoon niet doen omdat het net iets te veel moeite is. Ik volg zo'n account, dat heet Gierige Gerda op Instagram. Het is ook echt een vrouw genaamd Gerda. En die geeft gewoon tips van hoe je het beste kan shoppen en coupons en dat soort dingen. En ik gebruik de tips nooit, maar ik vind het hele account gewoon wel heel interessant. Gierige Gerda is de fucking goat. Voor de rest stel ik voor om ook maar eens de chocoladerepen in de winkel neer te gaan leggen. Die zijn ook wel eventjes van de zeer, zeer, zeer groot belang. Als ik een beetje naar de verpakking kijk, doen ze me denken aan After Eight. Wat wel een heel fijn product is natuurlijk. En over verpakkingen gesproken. Wel eventjes geinig om te praten over een effect wat echt heel groot is. Komt erop neer dat als bedrijven hun verpakking aanpassen, dat echt een bizar... Nee, de cake. Oh, nee. Een bizar negatief effect heeft op de verkoopcijfers. Gewoon het aanpassen van de verpakking. Heel veel mensen zijn echt gewoontedies. Die pakken gewoon meteen zo pam, 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 pam.
Zo al die dingen. En op het moment dat je de verpakking aanpast, dat is het moment dat ze dan toch een keer denken van, ik kan het even niet vinden. Oh, er zijn ook andere soorten pasta dan die ene die ik al 20 jaar lang koop. Misschien moet ik die een keer een kansje geven. Dus sommige producten, ja, heel bewust passen ze die dingen eigenlijk bijna nooit aan. Voor de rest wel geinig om sowieso een beetje te praten over productdesign. Ik had al een beetje gepraat over de ooghoogte. Mijn editor wees me erop dat bij cornflakes bijna alle mascottes kijken altijd naar beneden. Dat doen ze blijkbaar, omdat ze dan ook, afhankelijk van waar ze staan, toch bij de ouders op ooghoogte, maar dan kijken ze ook naar beneden in de ogen van de kinderen. Pff, kindermarketing is crazy. Ik weet nog wel dat in Nederland op een gegeven moment verboden werd om kinderhelden te gebruiken. In België heb je nog steeds K3-chips, dat mag in Nederland dus niet meer. Misschien dat het wel mag voor gezonde dingen. Ik weet vroeger dat je Suske en Wiske appels... Die waren best wel chill. De Suske en Wiske appels waren echt hartstikke prima. En ik heb wel eens iets gezien van een minion broccoli of zo. Je denkt van, dit slaat nergens op. Maar ja, als dit ervoor zorgt dat kinderen meer broccoli gaan eten, dan ben ik in principe groot fan. Maar dan krijg je ook misschien weer een klein beetje die discussie van, wanneer is iets gezond en mag er dus wel een kinderheld op? En sowieso is het een beetje onhandig, want ja, je zou bijna gewoon kunnen zeggen, misschien moeten we er gewoon geen leuke plaatjes op zetten. Ook geen giraf op de langnekken of zo, weet je. Uiteindelijk zijn het allemaal gewoon dingen die kinderen aanspreken. Gewoon alle verpakkingen ooit moeten gewoon heel saai, net zoals sigaretten. Al het eten moet gewoon een saaie verpakking met eten is dodelijk. Morbide obesitas bestaat. Dat is een hele saaie, grauwe wereld waar we in leven, maar in het geval van kinderverpakkingen, het is eigenlijk wel gewoon een soort Fortnite kleurendisco natuurlijk, bedoeld om kinderen zo hard mogelijk bij hun ouders te laten beatsen. Even kijken, we missen nog de bloem, de pasta, de rijst, jeetje, echt. Dit is toch geen leven zo, dit is toch helemaal niet leuk? Eens even kijken hoor, spaghetti, bloem, ja hoor. Nou, het geld stroomt wel echt lekker binnen momenteel, dat wel. De kassamedewerker die verdienen we momenteel wel redelijk hard terug. Hij werkt wel echt hard voor zijn centen. Dat is het enige positief wat ik over die gozer te zeggen heb. Voor de rest een klein beetje een probleem. Ja, zoals het doe maar nummer gaat, is dit alles? Is dit nu alles wat ik kan doen? Nou, ik kan even laten zien. Je zag al een beetje wat voor unlocks, dan gaan we ook nog een vriezer kopen en zo. Maar vooral als je gaat naar, zeg maar, de andere licenties die je kan kopen. Wel grappig om te zien dat tegen het einde van de game krijg je dingen zoals whisky, blond bier. Je hebt opeens heel veel boeken, dingen zoals wasverzachter, hondenvoer, kattenvoer. Je begint steeds meer ook een winkel te worden die niet alleen dingen hebben die je eet. Tenminste, dat hoop ik. Wat je op een gegeven moment ook steeds meer gaat hebben is dat je meerdere van hetzelfde product hebt. Dus meerdere pizza's bijvoorbeeld van verschillende merken. Zodat mensen ook nog een beetje prijsverschillen hebben en zo. Dat je meerdere mensen kan bedienen. Het is wel geinig gedaan. We kunnen zo meteen misschien toiletpapier vrijspelen. Dat is wel heel cool. We krijgen trouwens wel nog steeds punten, toch? Ja, ik zie die keer plus 5 supermarktpunten voor een koopje afrekenen. Maar dan wel min 1. Misschien omdat ik het via een personeelslid doe of zo. Dat ik iets meer supermarktpunten krijg als ik het zelf doe. Kan ik gewoon... Kan ik overnemen? Nee, ik kan wel de hele kassa verplaatsen. Dat is ook wel grappig. Ik dacht misschien een beetje in het midden. Een soort receptie. Dat iedere keer als iemand binnenkomt. Hallo! Welkom bij onze supermarkt! Ik vind dat wel heel vriendelijk. En ik vind de computer hier vind ik ook een beetje een rare uitstraling. Ik vind de computer moet een beetje achterin. Hier is even mijn troephoekje waar ik momenteel allemaal dingen heen gooi die ik per ongeluk te veel heb ingekocht. Maar kun je later in de game... Oh, dat is mijn WhatsApp. Sorry. Later in de game geloof ik... Stop! Ook nog een magazijn krijgen. Dat is ook best wel cool. Maar ja, eerlijk gezegd, deze hele game was sowieso niet de allerbeste keuze ooit voor de XL gameplay. Oh, dat is niet heel erg handig. Dat wil ik best eerlijk toegeven. Maar ja, de XL gameplay moet wel gewoon een uur lang zijn. Er zijn af en toe uitzonderingen, maar een XL gameplay van korter dan een uur is gewoon een hele grote schande. Ik vind het trouwens wel echt grappig dat die koelkast ook gewoon nog steeds hier staat. Gewoon zo midden in de winkel. En misschien kunnen we ook even van die gangpadachtige dingen doen. We kunnen even kijken of we een uitbreiding zouden kunnen kopen weer. Dat zal wel iets meer geld kosten. Maar misschien kan ik het lenen bij de bank. Hier het tapje groei. Sectie 3. Oké. Ja, we hebben vooral het geld er niet voor. Maar er bestaat zeer zeker een sectie 3. En we kunnen zelfs al sectie 4 kopen. Nu ik een beetje aan het kijken ben, zie ik wel dat alle sectie uitbreidingen is gewoon... Je krijgt 16 vierkante meter erbij. Ik dacht wat spannend, op een gegeven moment is er een scheiding tussen twee gebieden en zo. Nee, het wordt op een gegeven moment wel steeds duurder. Tegen het einde ben je wat 160.000 kwijt voor een nieuwe uitbreiding. Dat is echt zo lang de game spelen. Alhoewel de game speelt zichzelf ook steeds meer. Het geld komt wel steeds makkelijker binnenrollen. Dus in dat opzicht, misschien valt het wel mee. Maar je moet dan nog steeds alle inkopen doen. Dat is helemaal ballen. Met de supermarkt gaat het in ieder geval hartstikke goed. Weer een succesvolle dag gehad. Het gaat iets minder goed met, ja, de kassaman. Ik zou even het licht weer aanzetten.
heeft allemaal een soort doodse blik in zijn ogen. Hij heeft te veel boodschappen gezien. Te veel mensen gesproken. Hey, hoe gaat het? Hoe is uw dag? Lekker weertje vandaag, hè? Het heeft zijn hele ziel gewoon uitgewoond. Weet je wat? Ga lekker naar bed toe. Zie ik je morgen weer, ja toch? Als ik even gauw in de schappen kijk, zie ik weer mensen snoep, koffie, thee en poeder, suiker. Ik weet niet waarom mensen zoveel poedersuiker verkopen. Ik verkoop ook niet eens normale suiker, maar gewoon alleen maar poedersuiker. Ik vind het een klein beetje raar. Aan de andere kant, wie ben ik om te judge? Ja toch? Voor mij is de koelkast trouwens ook echt, ja, redelijk leeg. Ik heb nog maar één kaasje liggen. Dit is hem. Dit is de oude kaas. Die ligt hier nu al een paar weken buiten de koelkast. We gaan hem gewoon even in het schap leggen. Even heel nauwlettend in de gaten houden wat er allemaal precies gaat gebeuren. In principe is het wel handig als die kaas gewoon eventjes heel snel gekocht wordt. We zouden hem even schouw in een soort van superbonus kunnen doen. Dan verkopen we hem voor 1 cent. Dan moet bijna wel iedere NPC meteen denken, holy shit, wat een deal op kaas. In principe als ze lijpe voedselvergiftiging krijgen, ik krijg het ook niet per se mee ofzo. Dat krijg je over het algemeen thuis. De meeste mensen kopen niet geraspte kaas en staan het dan zo voor de supermarkt zo achterover te werken. Dat deed ik natuurlijk wel op de middelbare school gewoon met frikandelbroodjes. Blijf ziek dat ik echt gewoon, ja, ik denk vooral in de bovenbouw, gewoon bijna iedere dag als lunch gewoon 2 frikandelbroodjes at. En dat was waarschijnlijk ook mijn ontbijt. En dan heel veel energiedrankjes op een dag. En ik voelde me niet eens slecht ofzo. Ik zat niet eens slecht in mijn lichaam. Ik voelde me gewoon kerngezond. Dat kan jouw lichaam blijkbaar gewoon. Er zit in principe ook gewoon een paar eiwitten in die smerige ovenfrikandel. Tuurlijk. Door dat hele verhaal ben ik even vergeten dat we kaas aan het verkopen waren. Bonjour, monsieur. Heeft u toevallig interesse in een lekkere Franse skimmele kaas? Ja, oui, oui. Kom maar eventjes deze kant op bij de koele kast. Ja, oui, oui. Ja. Fromage pour mon soin. Nee, het is niet gelukt. Deze guy wel. Deze man is op kaas. Hij is niet op kaas. Kom op, harder werken. Vraag om zijn ID-kaart. Hij koopt cake. Vraag om zijn BMI. We moeten alles vragen. Deze vrouw heeft geloof ik ook een beetje een bad hair day als ik het zo zie. Nee, het hele koelschap blijft echt gewoon onaangeraakt. Ik zou even gaan wat melk en eieren bijkopen. Niet te veel belangrijke dingen doen. Hou die kaas in de gaten. Echt, niemand komt hier meer heen ook gewoon. Dat is wel een beetje, kunnen we best wel gewoon goed oplossen. Hier, de kaas. Je moet gewoon meteen eventjes, dat mensen meteen kunnen zien door het raam, een soort etalage gewoon. Wat heb ik te bieden? Deze rommel. Niemand wil hem wel hebben voor die 1 cent. Ik vind het wel een beetje raar. En dan komen ze toch een beetje binnen met een soort, ze heeft hem hoor, een soort script van koop dit als ze het hebben en de prijs tussen zo en zo ligt ofzo. Als je de prijs verlaagt, zullen mensen sowieso meer dingen kopen. Tenminste, dat mag ik hopen. Ik heb een keer geprobeerd als mensen iets in hun mandje doen, het goud duurder te maken als ze bij de kassa zijn. Bij Rollercoaster Tycoon 1 werkt dat. Als ze dan de rij staan voor een attractie, gaan ze er sowieso in. Dan kun je hem gauw 100 euro maken. Hier werkt dat niet. Het moment dat ze hem in hun mandje stoppen, die prijs wordt dan gehanteerd. En trouwens, nu ik dit aan het vertellen ben, ik heb nog een redelijk interessant verhaal over mijn ervaring ooit in de supermarkt. Ik had ooit bij de Dirk een pak fruitsap gekocht. Nou, tot nu toe vrij weinig aan de hand. Hartstikke leuk, hartstikke genieten. Ik kwam op een gegeven moment thuis. Ik maak de pak open en ik rook meteen al van, ik ruik een soort alcohollucht, een soort vergisting. En ik zei dat tegen mijn toenmalige vriendin. Die zei, en toen nam ze een slok en we dachten, was gewoon al een jaar over datum. Waarschijnlijk ging er wat mis met het spiegel. Dat ze gewoon naar de maand dag keken. En die keer dachten, oh, deze heeft de langste houdbaarheidsdatum. Die moeten we een stukje naar achter schuiven. En dat bleef dan gewoon de hele tijd gebeuren. Dat sap was echt zwaar bedorven. Echt maanden over datum. Ik terug naar die supermarkt. Ze schrokken zich echt de pleuris. Vanuit de reactie kreeg ik echt het idee. Alsof ze dachten, oh, dit gaat een lijpe rechtszaak worden zo meteen. Zeiden, weet je wat? Pak maar gewoon dingen en loop maar gewoon weg. Dat zei je, neem maar gewoon dingen mee. Wat wil je? Wil je kwark? Wil je een pudding? Wil je 3 pakken? Pak gewoon maar. Loop maar gewoon de winkel uit. Het is goed zo. Dat is echt een van de enige keren ooit dat ik in de Dirk ben geweest. Fucking rare supermarkt, man. Er gebeuren daar hele rare dingen volgens mij. Als we even iets meer geld hebben, dat zou wel leuk zijn, dan kunnen we misschien een nieuw schap kopen en die ook midden in de supermarkt neerzetten. Weet je wat we ook gaan kunnen doen, als we toch de video langzaam aan het afsluiten zijn? Een hele grote lening afsluiten bij de bank. Hoppa, 2000. Heb ik dat nodig? Totaal niet. Ga ik er wat mee doen? Natuurlijk doe ik dat. Ik wil groei. Hoppakee, meer groei. Dat is echt allemaal geld. Nee. Ik was even vergeten dat het steeds duurder wordt. Ik heb echt nu een hele hoge lening en geen geld. Dit is fantastisch, weet je wat? Ik denk dat ik misschien wel een interessant ideetje heb. We gaan even naar beheer, aannemen, ontslaan.
Oké, okay. Ik ben nu in bezit van $32. Oké, okay. Deze man betaalt cash. Dan geef ik hem gewoon als wisselgeld al mijn geld. Fijne dag verder, meneer. Als we dit gedrag nou een beetje blijven herhalen, lukt het mij misschien om de supermarkt een faillissement in te drukken. Ik ben wel benieuwd of dat mogelijk is. Wel jammer, als ik weer een keer op stream verder wil met deze game, moet ik weer een nieuw game beginnen. Want je kan maar één save slot hebben, wat er echt super onnodig is. Ik snap het nooit bij games. Vroeger ook met Pokémon. Dat ik dacht, waarom kan ik maar één save slot hebben? Waarom? Het slaat toch helemaal nergens op? We kunnen gewoon kijken of we de supermarkt failliet kunnen krijgen. Dat is wel grappig. Het enige wat we moeten doen is gewoon even alle producten die we hebben verkopen. Desnoods gewoon voor 1 cent. Misschien is het dan juist wel weer een idee om een kassamedewerker aan te nemen. Aangezien dat kost ons weer meer geld. Dat we die gast op een gegeven moment ook gewoon niet kunnen betalen. Komt Tim Hofman opeens langs of zo. Lijkt me hartstikke gezellig. Nou, Johnny Boy. Nou, Johnny Boy, je hoort het goed. Je bent weer... Oh. Huh? Je kan opeens kassamedewerker gewoon... Oh, kosten voor inhuren, die bestaan. Ja, oké, als we echt goed de schulden willen, moeten we dus eerst eventjes gauw een klein beetje geld verdienen. Moet ik allemaal prijzen weer even op een euro zetten of zo. Ik ben het zo ingewikkeld aan het maken. Ik ben nu gewoon puur weer eventjes $100 aan het grinden om iemand aan te kunnen nemen. Die ik op een gegeven moment door gebrek aan geld ga moeten ontslaan. Ik dacht, ja, het is een beetje een probleem met dit soort games in de XL gameplay. Je kan uren, jarenlang doorgaan. Het moet een keer af zijn of zo. En wat is dan een leuk einde? Ja, ik vind de winkel failliet maken, vind ik persoonlijk wel een soort leuke, fantastische climax, toch? Ja, nee, ik denk het wel. Kom lekker binnen. Laatste rondes, laatste kansen. Flikker die olie lekker op straat. Pas op dat de auto's niet uit te slijden. Full Mario Kart met een banaantje. Goeiedag, mevrouw. Ja hoor, dat zijn de laatste eieren. En dat, oh, wel nog steeds voor maar 1 cent. Ja, ik denk dat de transactiekosten ongeveer hoger zijn, mevrouw, maar toch... Een hele fijne dag. Goeiedag meneer. 2 hele goedkope koffie. Zoiets dacht ik al. U krijgt daadwerkelijk uw geld netjes gepast terug. Lijkt me wel zo. Gepast. Zo, kijk eens aan meneer. Dat is nog eens hoe je boodschappen doet als er hele goede koopjes zijn inderdaad. Gewoon groot inkopen die ontbijtgranen. Waarschijnlijk ga je al een paar keer in je leven ontbijten. Ik hoop het in ieder geval wel voor je. Kijk eens aan meneer. Hartstikke fijn gepast. Ik leer gewoon daadwerkelijk een klein beetje hoofdrekenen in deze game. Ja hoor, $3. Fantastico. Kom op, nog even een paar spulletjes, dames. Kom op, een beetje doorbetalen. Oh, dat is veel geld terug. Nou, hou die 1 euro, zeg maar. We gaan zo meteen toch failliet. Het is de grote uitverkoop. Alles moet weg. Op is op. Ja, kijk eens aan. Precies het laatste wat ik nodig had. 10 euro, ratboom. Ik loop even gauw weg. Mijn collega neemt het van u over. Beheer, groei, aannemen. En ja hoor, John de Mong is weer terug. Onze nummer 1 medewerker. Ik ben wel benieuwd of die andere medewerkers dan ook andere skins hebben. Ik neem aan van wel. Dat je ook een beetje mannen en vrouwen achter de kassa kan hebben. Er is een hele mooie YouTube video van mijn collega Wouter Boever. Waar die zegt dat mannen achter de kassa is slecht ofzo. Nou, jongens of mannen die horen niet achter een kassa. Ze mogen best in de supermarkt werken. Maar dat kassa werkt, dat moet je toch echt aan vrouwen laten doen. Kijk, een man achter de kassa, dat is geen gezicht. Dat is mild seksistisch. Maar als iemand het mag zeggen, is het wel Wouter Boever. Dus in dat opzicht... Ondertussen zou ik de prijzen nog een beetje kunnen verlagen. Maar het is bijna niet meer nodig eigenlijk al. Want... Ja... bijna alles is toch al op. En we kunnen in principe, als we dan toch te veel geld verdienen... Kunnen we het gaan uitgeven aan meer lampen. We moeten sowieso eigenlijk gewoon heel veel lampen kopen. Zodat de rekeningen daar gewoon steeds hoger worden. Per lamp betaal je gewoon iets van $1 per dag stroomkosten. Dus eigenlijk hadden we gewoon nog meer geld moeten lenen bij de bank. Misschien kan dat ook gewoon. Of misschien dat de bank ons nog iets van een lening zou willen geven. Dat zou wel echt hilarisch zijn. Jazekers! $750 nog bijgeleend. Oké, dan gaan we meteen even uitgeven aan alleen maar lampen. 20 lampen. Dat lijkt me heel mooi. Oh, we mogen er maar 10 kopen. Nou oké, dan koop ik er gewoon nog een keer 10. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Een fantastische order van... Dit is heel goed. En nu is de enige zware arbeid die we nu moeten doen, is alle lampen eventjes zien te plaatsen. We kunnen ze heel dicht bij elkaar plaatsen. Ik ben sowieso wel fan van het hele idee van soort disco supermarkt. Ik heb wel zoiets gehoord dat ze het deden voor singles of zo. Dat je dan, boodschappen kon doen en een beetje andere singles kon spreken. Dat ze dan een beetje een discootje van maken en zo. Een beetje disco zwemmen voor volwassenen, toch? Disco zwemmen is ook wel gewoon ronduit legendarisch. Behalve dat daar ook al voor mijn gevoel... De macho-cultuur een beetje begon toch van een paar van die pesterige jongens die dan zeggen, dit is ons vlot. Dus dan hadden we gewoon jongens die een beetje stoer doen. Ik was gisteren toevallig nog een beetje uit en ik vind die hele macho-cultuur vind ik zo niet chill. Van die gasten die even heel erg graag willen laten zien hoe stoer ze wel niet zijn. Terwijl ja, ik heb gewoon een level 11 supermarkt in Supermarkt Simulator. En die gasten hebben alleen maar gewoon grote spierballen en een laag banksaldo. Ja, daar kan ik vrij weinig aan doen voor de rest, weet je. Ik zou zeggen, tijd voor een beetje sfeer in de tent.
Oh, dit is wel echt heel mooi, ja. Gewoon wel een klein beetje tranen in mijn ogen. En nu moeten we voornamelijk nog een beetje wachten. Wat gebeurt er als wij nu gewoon de game heel lang laten lopen en een soort gat graven waar we niet meer uitkomen? Gaat de game op een gegeven moment de stekker eruit halen? Of kunnen we op een gegeven moment gewoon steeds grotere schulden krijgen? Ik neem maar dat je op een gegeven moment ook een beetje incassokosten gaat krijgen. Als je je huur maar lang genoeg niet betaalt, dan gaan ze niet gewoon zeggen, oh, betalen morgen maar. Er moet wel een soort boetebedrag overheen. En over dat boetebedrag moet vast ook weer een boetebedrag. Als we maar lang genoeg wachten en inflatie een beetje de kans geven om te rijpen, dan moeten we op een gegeven moment echt wel gewoon hele coole schulden hebben. Zijn alle schappen ondertussen leeg? Vind ik wel mooi, symbolisch. Ik geloof ook een ding met de Koude Oorlog, dat zogenaamde Russische supermarkten waren heel stom. Want er waren dan heel veel lege schappen, want communisme was eigenlijk gewoon super slecht ofzo. Niet mijn woorden, hè, niet mijn woorden, maar dat was een beetje het idee, geloof ik. Ja, misschien is dat even extra duidelijk uit willen lichten, moeten we even aan iedere muur gewoon één kast zetten, die zo lekker leeg is. Deze ook even lekker in het midden. Deze ook eventjes lekker in het midden zetten gewoon, kijk eens aan. Ja, dit is echt wel een hele toffe supermarkt. En dan misschien ook gewoon de computer. Het is een nieuwe computer voor iedereen, het is gewoon een deelcomputertje ook. Het is een soort van, ja, gemeentelijke speelplek ofzo. Ik zie u lekker morgen. Zitten we nu op een negatief saldo eigenlijk? Gek genoeg hebben we nog steeds $22. Ik zal de winkel alvast even openen. Ik ben heel benieuwd of er überhaupt mensen binnenkomen in een supermarkt waar je geen spullen hebt. Wel even het licht aanzetten. Ja, kijk eens aan. We zijn weer geopend. Ding, ding, ding. Wat er nu gebeurt is echt hilarisch. Heel veel mensen komen binnen. Dan kijken ze gewoon naar de schappen en zeggen ze, what the fuck? Wat gebeurt hier? En dan gaan ze gewoon naar huis. Ze heeft gewoon gekeken in de koelkast. Nee, daar is geen bloem. Dan gaan ze weer weg. Hey, ja, ja, ja. De meeste mensen in de supermarkt zijn toch een beetje van, ik zoek naar die ene neuk om te geven. En dan geen yoghurt. Nee, geen yoghurt in de niet-koeling manier. Inderdaad. Stomme zak hooi. En een hele fijne dag verder. Ik hoop dat jij ook failliet gaat, hè? Ik hoop dat jij ook gewoon een keer weet hoe het is om het moeilijk te hebben, hè? Beetje, oh, ik werk op kantoor. Ik heb superveel geld. Nou en, weet je, als de supermarkt er niet is, dan ben jij nergens. No farmers, no food. Als je dat maar weet, ik volg je naar je fucking werk. Misschien kan ik daar solliciteren. Oh, hij werkt echt hier, oké. En wat zou het zijn? Nummer 105, even aanbellen. Zou ik hier mogen werken, alsjeblieft? Heb je werkervaring? Supermarkt heb ik heel veel gewerkt. Maar daar hebben wij echt geen ene ruk aan. Oké, dat begrijp ik ook wel een klein beetje. Nou, fijne dag verder. Oké, het moment van de waarheid. Gaat het licht uit voor deze winkel? Er is eigenlijk geen geld vanaf gegaan, maar nu komen denk ik ook een beetje de rekeningen. Oh, er gebeurt gewoon helemaal niks. Maar ik heb toch een lening van de bank of zo? Dat gaat gewoon niet weg! Aha, ik heb een fout in de game gevonden. Nee, blijkbaar kan je saldo gewoon niet negatief worden. Ik zag al een paar keer eerder ook wat min geld. Maar voor mij kan je gewoon niet beneden de nul. Dus de supermarkt zal voor altijd blijven bestaan. Je kan gewoon niet geld uitgeven wat je niet hebt. Dit kan je in je voordeel gebruiken. Gewoon ook met die leningen van de bank en zo. Je moet gewoon je saldo heel laag houden. En gewoon telkens dingen kopen. Gewoon heel veel producten in je winkel leggen. En dan gewoon meteen meer kopen. Koop gewoon rekken bij. Blijf gewoon geld erin stoppen. Dat is ook wat heel veel bedrijven doen om geen belasting te betalen. Toch? Gewoon blijf maar gewoon geld uitgeven. Dan is er ook geen winst. Ka-ching! Dat is geniaal, geniaal. Echt, je bent mijn man, John. Je bent mijn man. Dan krijg je nog betaald. Nee, John, dat niet. Hey, dankjewel voor het kijken van deze aflevering van de XXL Gameplay. Volgende week, hopelijk iets minder nutteloos. Maar ik beloof helemaal niks. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En veel succes in de supermarkt.